Zitten we en we gaan even lekker even met de paardjes. Hoppa! Wat zeg je allemaal weer? Ja, mijn moeder bij je. Hoezo? Plafond. Oh jee. Bertie die gaat een beetje tekeer. Heb geen zin. Bertie, kom eens hier. Hé, hey, Sas, ga nou niet zo snel. Ik hou je bijna niet in. Sas, ga nou niet. Ik kan ze bijna niet bijhouden, zo snel gaat ze. Het is alweer afgelopen. Nou, hoor. Nog een keer. Ja, ik stop er ook mee. Denk je dat ik 3 keer ga? Ik heb er geen zin in. Nee, 8 keer. Ja. Gaan we een marathon houden? Hopla, marathon. Hé. Hey. Vind je dat niks, Jan? De hopla hop marathon. Nou, dat was de hopla hop. Hey, Benji! Oh, hij is zo blij. Hij is zo blij dat hij weer. Ja. Ach, Benji toch. Nou, het weer is een stuk minder. Maar het schijnt toch nog wel een lekker zonnetje. Dus het is nog wel te doen. Ik moet de vlog van morgen, van gisteren nog online zetten. We hebben geen tijd voor gehad gisteren. Waar gaan we nou heen? Naar de winkels? Oh, we gaan roken. Nou, ik ga even lekker even sikkie roken. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ja, laten we dat maar eens even gaan doen, hè. Waar ga je nou, gaat hij nou allemaal weer heen? Oh, hij gaat hier de hoek om. Nou, dan moet ik hier weer de hoek om. Nou, wij gaan even lekker even een checkie roken. Nou, daar gaan we, hoor. We zijn weer in de fietsies. We gaan wel hoog. Nou, we gaan niet hoog. Hij moet hoger, hoger. Jeetje, man. Ik denk nou, hij gaat niet hoog. Niet goed, hoor. Kijk, die al die trap zijn gerold, kan ik even lekker uitrusten. Oh, mijn beestje gaat alweer uit zijn stekker, hoor. Als je hem 1 keer roept, dan gaat hij helemaal uit zijn dak, de beest. Dan is hij helemaal los, de beestje. Nou, waar fietsen we eigenlijk heen dan? Ja, waar fietsen we eigenlijk heen? Waar gaan we eigenlijk naartoe? We rijden alleen maar rondjes. Ja, maar dan zijn wij,
Ja, maar dan ben ik gespecialiseerd. Nou, dat is mijn specialiteit. Oh, dat is jouw specialiteit. Dat is mijn specialiteit, hè. Mijn Miranda zegt dat ook altijd. Mijn pa zegt ze. Ja, als ik zoals jij, in mijn werkbus rondrijd. Ja, dan rijd ik ook met rondjes. Zeggen ze ook altijd tegen mij. Ja, dat zeggen ze tegen mij ook. Ja, dat zeggen ze tegen mij ook altijd. Ja, want kelders inrichten, dat is nu toevallig een van mijn specialiteiten, zie. Bij Miranda zegt dat ook altijd. Pa zegt ze, zoals jij kelders kan inrichten, zo... Ja, zo richt ik kelders in, hè. Dat is een familiekwaaltje. Ja, dat is een familiekwaaltje. Ah. Ik rijd ook altijd rondjes. Ik was al bij de Deinense, was in je familie. Nee. Ik rijd ook altijd rondjes. Ik ga alleen maar rondjes. Ja, dat je dan zeggen tegen mij. Zeg, mag niet. De vierkantjes zijn op, dus dat kan niet. Ja, de vierkantjes zijn op. Ah, is het al afgelopen. Nou, hij was wel leuk. Hij was wel gaaf. Hij was wel leuk. Hij was ontzettend leuk. Hij was wel gaaf. Hij was ontzettend gaaf. Kijk, we zijn nou wel vlak bij de ingang. Of bij de uitgang. Goed hierom. Ja, dan hoeven we niet zo end te lopen, hè. Hoeven we niet zo end te lopen. Als moeten we zo end lopen, hè. Ja, ik moet even de alcohol eruit trappen, want ik heb nog wel flink... Ik moet even de alcohol eruit fietsen, want ik heb natuurlijk gisteren weer aardig wat gedronken. Kijk, ik heb mijn kampioensshirt ervan. Dus... Ja, ik niet. Jan die riep. Maar hij zat even... Dat beest was gelijk helemaal verslag. Ja, hij moet leren. Dat is hij. Zo. Hij wordt agressief. Hey, Pitbull. Dat was hij. Kom maar hoor. Ja, dat was hij. Hey, Pitbull. Je bent met mij aan het kroelen. Hey, Pitbull. Ja, hij is uitgekroot. Pitbull Harry. Ja, hij is uitgekroot. Ja, dat is goed. Hij ging even helemaal uit de keer eventjes, zeg, hé. Zeg eens als. Ja, mama. Tegen mama te keer. Ja, hij was met mij aan het koelen. Ja, maar er mocht er niet iemand bij komen. Nee. Ook voor die niet. Nou, deze is momenteel nog dicht. Ja, daar kom ik even niet ook in. Ik denk dat het een beetje door het weer komt. Dat komt omdat hij niet open. Als straks open is, dan is hij niet meer dicht. Dan is hij niet meer dicht. Die is ook open? Oh nee. Hij zit tegen, want die meneer zit nou bij de fietsen. Die meneer zit bij de fietsen. Ja, dus als je nog even. Als je nou nog even bij deze wil, dan moet je heel even 35 geduld hebben. Dus dan komt hij hier. Ja, dan komt hij weer heen hoor. Hey, Jumbo is ook al. Ja, stil. Jumbo legt ook al stil. Daar zijn we gisteren in geweest. Technisch onderhoud, hè? Technisch onderhoud bij de Jumbo. Hij moet even gesmeerd worden, er moet even nieuwe olie in. Nou, dit was vroeger onderwaterwereld, dit. Ocean of Darkness, hè? Dat was dit vroeger, hè? Ja, ze hebben een hele week lopen pompen. Ocean of Darkness, ze hebben eerst al dat water eruit gehaald. De brandweer, dat was er. Is hier gekomen met twee blusvoertuigen. Ja, je hebt al dat water eruit moeten halen uit die Ocean of Darkness. Dat was, jongen. Zo, man, het was nog heel gedoe om al dat water uit die attractie te krijgen. Ja, echt wel. Maar het is er wel gelukt. Nou, hier de passepartout shop. Ze zijn helemaal droog. Ja, we hebben Filius Funhouse. Ja, de Filius Funhouse. Ja, daar hebben vroeger nog rupsen gestaan. Oh, was dat hier ook? Dat was hier ook. Hier hebben vroeger die rups gestaan. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Oh, je mag, ben je onder de 6, hè? Dan moet je wel met begeleiding erin, Jan. Oh ja, hier heb je rups gestaan vroeger. Het is nou een spultoestelapparaat geworden. Ja. De circus tent. Het is net een circus tent. Hey Jan!
Je kan er wel in, maar je moet wel onder begeleiding voor mij, want je bent onder de 5 nog. Ik ben net tegen je moeder. Ja. Ik ben net boven de 6, dus ik mag met zonder begeleiding. Oh, je mag zonder begeleiding. Mag je met zonder begeleiding. Met zonder begeleiding. En Saskia, die moet nog met begeleiding. Ja, die hou ik dan vast, hè. Die hou je dan vast, ja. Aan de handje vasthouden, anders loopt ze weg, hè. Een schoentje aan, want ze zit onder de bacteriën. Ze zit onder de bacteriën, anders loopt ze weer weg, hè. Eet je wat voor hond jij is? Bij mij aan de tijd komen. Nou, we gaan eens even kijken. We lopen nu langs de Rips of All. Met zonder bacteriën, hè? Nou, hier heb je Rips of All. Mijn kost, mijn zussen en mijn zwager er weer in gaan. Even kijken wat ze doen. Gaan ze erin of gaan ze er niet in? Nee, hij loopt er voorbij. Ze hebben er vandaag geen zin in. Ze hebben vandaag geen zin om erin te gaan. Nou, je hebt ook zo'n restaurantje, maar die is ook dicht. Nog lekkere smoothies kopen en koffie en weet ik veel allemaal wat je er allemaal kan kopen voor troep. En die is ook dicht. Ook al dicht, ook al dicht. Dus nou, even wachten, want het gaat niet zo. Het gaat niet zo snel. Dus even wachten. En hier heb je trouwens de mijntrein achtbaan. Hier stond dus vroeger de Rups. Dat is nu de mijntreinachtbaan. Het is wel een tijdje geleden dat hij de Rups gestaan heeft. En die Rups die zit in Mexico. En nu is dus de mijntreinachtbaan weer teruggekomen. Vanaf 2000. Goedemorgen. Ja, zijn we er allemaal weer, Jan? Zijn we er allemaal weer? Ja, zo voor het openluchtzwembad. Ja, ook rechts zat het openluchtzwembad. Waar ook? Waar nou die boomstammen zijn, dat was vroeger het zwembad. Openluchtzwembad, daar kwam openluchtzwembad. Een dak boven. Kwam er geen dak boven? Nee, die was er vanaf gewaaid. Die was er vanaf gewaaid door de storm? Ja, even daar dat het openluchtzwembad was. Ja, dat kwam door die storm kwam dat. Juist. Dat was een enorme storm geweest. Het was hup, het hele dak weg, hè. Hé, daar gaat het treintje, kijk, daar gaat het treintje. Ja. Oh, daar gaat het treintje. Dus vandaar. Nou, hier hebben we de baan. Vroeger was het de kever en daarin. Vroeger was het de trein. Vroeger was het de trein in de vorm van de kever. Ja, maar die staat nou in Mexico. Die is nou in Mexico. Die staat nou in Mexico, die keverachtbaan. Zwaar die is in Nederland. Ja, echt waar. Die vroeger in Mexico. Die staat nou in Mexico. Is Nederland, maar de materialen gaan de hele wereld over. Ja. Ja, de keverachtbaan. Die ooit gehad hebben, ja. Dank wel voor dus, de keverachtbaan naar Mexico. De Loopingstar naar Cyprus. Ja, en zo. Er zijn alle attracties een beetje, ja, die gaan overal naartoe. Openluchtzwembad naar de hemel. Ja, openluchtzwembad naar Trinidad, weet ik veel. Zeg maar wat. Ik ben ook een Afrikaans land zijn geweest. Ja. Kunnen ze in de buitenlucht zwemmen. Ja, nou ja, daar is wel mooi weer. Wordt die wel altijd gebruikt. Kijk. Kan ook in Jeruzalem zijn, want dan dopen ze die mensen nog in het water. Ja. Moet ik allemaal weer knippen, Jan. Het moet allemaal weer geknipt worden, dit. Oh, oh, oh. Doei. Die staat er in die erosie nog steeds. Als je aan het tornduin ziet, dan heb je wat te doen, hè? Ja. Ja, Jan die denkt. Dan ga je weer ruzie maken. Nou, ja, Jan. Ja, of ik voor jou lag de roze leg te slapen. Hé, hey, zullen we even bij in die erosie gaan kijken? Ik ben een paar maanden boos geweest. Oh, daar heb je in die erosie, kijk. Oh, Rendy en Roosie, die zijn met het water aan het spelen. Ah, Roosie!
kijk, even met Randy en Rosie op de vlog. Hey, kijk, daar heb je Randy en Rosie. Leuk, leuk. Dus we zijn even lekker even aan het water. Je hebt het natuurlijk ook warm. Randy en Rosie. Oh, 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 de camera Rosie. De camera. Hartstikke leuk. Rosie was eventjes met het water aan te wenden. Nou, kijk even met de cowboy op de foto. Howdy. Howdy. Zeggen we dan in Slagaar, hè? Howdy. Howdy. Wil je ook vragen, Rosie? Wil je ook op de film? Oh, Rosie wil weer op de film. Howdy. Hey. Kijk, Rosie op de film. Oh, kijk nog kusjes ook, hé. Kijk nog kusjes ook. Kijk, kusjes voor Rosie allemaal. Ja, we vloggen met Randy en Rosie, hè. Nou, jongens, toch hartstikke leuk. En met Randy en Rosie even op de film, dus toch hartstikke leuk. Ja. Dus, ja, inmiddels gaan steeds meer attracties open allemaal. Dus, Randy! Waar gaan we allemaal heen? Doei doei! Oh, volgens mij gaan we weer voor mij gaat hij weer wat drinken, dus we gaan hem weer even neerleggen, jongens. Tot zo! En daar zijn we dan bij de Gold Rush aangekomen weer. In de Music Hall. En daar gaat de monorail. Daar gaat de monorail. Oh, ze gaan alweer lopen. Ze zijn alweer aan het lopen. Zo. Nou, dan gaan we eens even verder. Hier, Aqua Mexicana. En de glijbaan die tegenwoordig bijna niet meer gebruikt wordt. Normaal kon je er zo in. Tegenwoordig zit hij bij het zwembad. Maar hij is nu tegenwoordig meer dicht dan dat hij open is. Waar gaan we heen? En dit is toch ook wel een leuk plaatje. De Gold Rush. De Gold Rush. Kijken of dat hij zo gaat starten. Kunnen we dan even een stukje filmen? Daar gaat hij. De Gold Rush. En dat was hem. Moet hij daar weer uit? Thank you.
gaat hij. Eerst de voren. Dan gaat hij naar achteren. En dan hier gaat hij weer naar voren en dan maakt hij een versnelling. En daar gaat de Goldwish weer. Daar gaat hij weer hoor. Jij moet niks zien. Jawel. Kijk, nou kan je dat achterste stuk wel zien. Kon ik er net niet filmen omdat ik te dichtbij stond. Maar dat zie je nu dus wel. En dan gaat hij weer een klein stukje omhoog en dan gaat hij het station in. Dus is het weer afgelopen, hè? Dus dat hebben we weer. Dat is hem. Zo, nou en daar zijn we dan. We lopen onder de Goldrush door. We hebben hier ook de Goldrush. Hey, vloggers! Ja, ja. Even vloggen. Even lekker vloggen. Bijna 300 abonnees. Abonneer. Nou, kijk, daar gaat hij. Ja, zeker. Ja. Oh, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Oh, een aardig bandje hoor. Hey. Zou die nou qua baanlengte groter zijn dan de Philippines, hoor? Hij is breder. Ja, hè? Hij heeft echt een baan is groot. Bij de monorail, daar ja. Hebben we een lap gras. Zon niks. En nou, nee. Heel ja, wel een aardig stuk hebt hij meegenomen. 15 meter breder of zo. 15 meter breder. Oké. Ja, is toch wel, zijn ze er toch op vooruit gegaan, ja, hè? Hij is een stuk groter, hoor. We kennen even duifkorretjes in, hij is open. Ja, waarom dacht je dan dat ik deze kant op kwam? Oh, we gaan even duifkorretjes in. We gaan even duifkorretjes in, dan moet je wel snel wezen, want ze gaat er vandoor. Voor mij gaat ze er vandoor. Dus we gaan even duifkorretjes in. Daar heb je de piratenschip. Heb je hier ook. Gaat hij dicht? Ja, ik ga even naar de vrachtstas. Oh, nou dan moeten we even een andere keer terugkomen. Ja. De paardjesbaan, zie je? Ja. Nou, dan moeten we even wachten. Dan komen we later nog wel even een keer terug. Dan gaan we nog eventjes een keertje de... Gaan we nog een keertje op een later tijdstip er even in, hè? Dus... En zo wisselt het om de half uur wisselt ze van attractie. Nou, dan gaan we eventjes kijken. Nou, ik had gisteren ook de World West Adventure had ik gefilmd, maar daar was het pikken donker, dus dat hoef ik niet meer te doen. Dat heb ik allemaal uit moeten knippen. En hier heb je de Crazy Horse Saloon. Die heb je hier ook. De Crazy Horse Saloon. En het gillen wat je hoort is weer de Goldrush. Nou, we gaan nog even lekker even de World West Adventure maar even in, hè, want ja. Nou, ga je de Totem Shop nog even in. Ja, ga jij de Totem Shop in, dan ga ik nog even de World West Adventure in. Ja, ik kan het niet filmen, het is allemaal hartstikke donker. Het is donker, hè. Het is allemaal veel te donker. Het is donker, hè. Heb je trouwens de Eagle. De Eagle gaat ook omhoog. Of hij stopt er net mee. Nee, hij gaat omhoog.
Hij gaat de lucht in de Eagle. Daar gaat de Eagle. En dat was de Eagle. Zo, en daar zijn we weer. Daar hebben we die cowboy weer. Ja, goedemiddag. Daar heb je hem weer hoor. Die eerlijkste, hè? De aardigste, de eerlijkste, de vriendelijkste, behulpzaamste, bezorgzaamste. Nou ja, die man ook met die stok, als ik voor hem zou lopen, zou ik het zo doen. Ja, zou je het zo doen? Ik ben geïnteresseerd in de inhoud van de tas. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Het is niet lelijk, hè? Nee hoor, ze hebben mijn kleur rood. Ja, is het ook die kleur rood? Deze kleur rood? Van Ajax bedoel je? Ja. Nee, van Feyenoord, hè? Van Feyenoord, hè, natuurlijk, hè? Hey, hoi. Wat zegt die man nou allemaal weer voor lelijke woorden? Hij zei Ajax. Nou, we gaan de 4D cinema in. We gaan eens even kijken wat voor show het is. Waar is die Niet op de stier klimmen, nou, er is geen stier. Stier is weg. En oh, kijk. Hij is helemaal weg. Hier staat normaal de Skytoren. Maar de Skytoren is helemaal Fuji. Geen Skytoren, helemaal weg. Dus we gaan nou de LT Theatoren. 4D cinema in. Yo! Dus ik kan het niet filmen, het zal wat weer te donker wezen. Dus we gaan gewoon weer wachten. Hij zei, ik zeg, is het ook die rood? Toen zegt hij, ja, is dat Ajax? Ik zei, nee, dat is Feyenoord. Hè? Ja, was wel leuk. Dus nou, dan gaan we weer wachten. Totdat we de Eltoren ook in kunnen. En ja. We gaan maar even wachten weer, hè. We gaan maar weer even wachten. Ja, kan wel eens gebeuren, hè. En zus, heb jij er wat te melden? Niks. Nee. Dat we Jan... zo naar de film gaan. Ja, dat had ik al gezegd al. Jan, heb jij nog wat? Ja, ik ben mijn telefoon vergeten. Oh, die ben ik volgens mij ook vergeten. Nee, die heb jij hier, Oen. Ja, maar ik wel. Mijn telefoon ligt weer thuis. Ja, dan heb je er niet bij. Ja, en als je je telefoon niet bij je hebt, is het wel lekker rustig. Lekker rustig. Nou, doei. We gaan toch naar de 4D-film. Dus... Nou, we gaan toch naar de 4D-film. Je mag je toch geen telefoon gebruiken. Nee, daarom. Dus dan hoeven we hem ook niet mee te nemen. Ja, dan kan je hem thuis laten. Ik heb hem net zo goed thuis laten. Ja, doei. Mee te nemen. Doei. Doei. Zo, en we zijn in de LTA-toren geweest. Was leuk. En ik zit nou even lekker aan een... Lekker frikandelletje. Even lekker een frikandelletje eten. En Jan zit weer aan de Calippo Bubblegum. Voor mij is dat aardbeien, maar... Voor mij is dat aardbeien, hoor. Dat is geen bubblegum. Een bubblegum. Ja. En ik zit lekker aan een frikandelletje. Daar heb ik gewoon trek in. Dat vind ik gewoon lekker. Lekker frikandelletje. Kijken of ik het apparaat weg kan gooien. Ja, dan gaan we niet met één hand. Oh, dan gaan we niet met één hand. Hoppa. Zo. Ik hoor even dat vriendelijk. Heb je alles? €25 voor de bubbelgang. Ja, en we gaan nou de monorail in, toch? Hallo, monorail. Zo. Nou, daar gaan we dan, jongens. Ik heb trek. Oh, we hebben alweer visite gehad. Kijk, we hebben alweer twee...
tegelsen erbij. En zo zijn we lekker bezig. Even kijken wat er vandaag allemaal is. 10 uur Meet & Greet Randy & Rosie. 12:30 parade. 13:30 Randy & Rosie Show en 14:30 American Circus. En 20 uur gezellige familieavonden. En zwembad is geopend van 10 tot 10. Maar 8. Ja, wat is zij? We dachten, we hebben lekker een Snickers-ijsje. Ja, en ik heb een lekker frikandelletje. Zo. Ik heb een lekker frikandelletje op, een keer trekken. Hé, hey, Audi. Oh, daar komen ze weer hoor. Audi. Hey. Audi. Hey. Is makkelijk, hè? Nou. Al of een is de parade geweest. Ja, dat heb ik nou al 2 keer gezien, dus ik heb nou al 2 keer die parade gezien, dus. Ik heb hem eens even lekker een dagje even overgeslagen. Kijk, die reed ook 2 keer mee in de parade. Deze auto. De Sky Tower is ook dicht. Sky Tower is ook dicht, hè Jan? Sky Tower is ook dicht. Zo, en ik nies en ik hoest. En ik proest. Jeetje zeg, hé. Zo, goeiedag zeg. Die ga ik misschien van de week ook nog wel even doen. Even pizza halen bij Randy's. Misschien een keer lekker met zus, want jij houdt ook wel voor pizza. Hé hey, zus, binnenkort van de week even pizzaatje halen bij Randy's. Neem maar samen pies. Jij lust ook pizza. Kijk. Hier kan je pizza bestellen. Bestel nu familiepizza rechtstreeks bij de kassa. 500 centimeter groot, 20 euro's. Dan kun je nog een combi deal van een cola erbij. Ik denk dat ik dat van de week wel even ga doen. Ik ben lekker. Nou, dit is de El Torito. Draait ook weer de El Torito. En we gaan nu naar Adventureland, waar ik al heel veel heb opgenomen. En ga ik nu stappen daar de kabelbaan in en dan kunnen we even een rondje rijden, net zoals gisteren. Dus dat is wel leuk. Hier de Toy Bazaar. En ja, het is slecht weer, dus de Expeditie Nautilus, die is dicht. Het lijkt wat minder weer en hij is lekker gesloten. En dit is ook wel grappig. Hier heb je dus die oude bakkies van de onderwaterwereld, Ocean of Darkness. Die hebben ze nu als decoratie gebruikt. Dus dat is ook wel leuk. Daar ook. Daar staat er ook eentje. Die bakjes hebben ze nou gebruikt als decoratie.
Nou, dan gaan we weer wachten op de monorail. En dan gaan we nog even een rondje met de monorail doen. Tot zo. Ik mag een pizza. Ja, ik hou bubbelgum. Pizza bubbelgum. IJsje bubbelgum. Lekker hoor. Waar moet je achterin zitten zeker? Weet je niet. Waar de plek is. Ik ga achterin zitten. Als de plek is. Ik ga achterin zitten. Gewoon een vinkluik. Benauwd. We zijn hier niet met schouders. Welkom houders van de monorail. Een vriendelijk verzoek gedurende de reis te blijven zitten en niet te roken, eten of drinken. Wij wensen u veel plezier en een goede reis. Yo. Maar de dames en lieve kinderen, welkom in de monorail. Je kunt je vrienden worden met niet zo'n halve en zo'n vinger. Niet het lijken zitten. Je pensioneren. Lekker vreemd. Lekker vreemd, Jan. Nou, we komen geen pizza halen. Want mijn zus die moet weer geen pizza. Ja, maar dat wil ze niet. Dus dat wil ze weer niet. Dus stik de rode maar in je pizza. Zo, waar gaat wel hard. Hé, hey, kijk, de hele hoop is leeg. Kijk, er komt helemaal niemand. Ja, ik kom er nog uit. Hé! Hé! Hij zat te zwaaien namelijk die man van de... Oh, ja. Ik denk, dan zwaai ik even terug. Mannen, we moeten doen een prijs. Kijk, de Sky Tower, zonder Sky Tower. Meer heb ik van gegeten, kijk, hier is die. Kijk, de Sky Tower zonder Sky Tower. Daar ga ik in. Ja, dat is de Sky zonder Tower. De Sky zonder Tower. Hier zijn al die huisjes. Ja, dat is een baan. Hey Jan! Als een drinkje moet je wel onderweg via ongeluk. Komen ze naar de hier binnen en lopen ze anders zorgen. Ja. Ja. En daar heb je de cold rush. Hij daar geen nietje nog een beetje ta varen. Nog een beest. Doei.
Helemaal niet leuk, Gonzales. Jawel, het ging allemaal zwaaien, zelfs die van tevoren. Hè? Even bij waren, hoor. Ja, maar dan was een vrouw hoor die ervoor stond. Ja, nou, dan zwaaide ik ook naar. Maar die dat ze daar in die dingen staat, in die koolstof, stond ook te zwaaien. Ja, toen wel. Ja. Ja, want het ook gewoon moeten stoppen, hè. Nou, het gebruikt hier verkeerd licht. Mo-no-ril. Nou, naar de station. Kijk, die hebben ook een. Rosie, kijk, die hebben een grote Benzie. Kijk, die hebben ook een grote Benzie. En daar ging die vroeger doorheen. Daar zo. Je ziet het gat nog zitten. Ja. Zie je het grote gat zien nog zitten? Hier ging die vroeger doorheen. Dit is het nieuwe station. Ja, maar hij zou niet stoppen. Nee. Dat zou natuurlijk niet. Stoppen doet hij niet. Er staat nog een reservetreintje. Aqua Mexicana. Zijn we mensen nou buiten de zuster? Nee, daar is te koud voor. Mag je helemaal zonder mensen je bikini? Nee, dat is het. Het is veel te koud. Het is veel te koud. Ja, de oude huisjes, hè, hier achter, hè. Alles is weg. Hier heb je nog veel gedaan, hoor. En de potjes staan erop. Ja. Die boot, ja, maar dan kom je niet meer in. Nee, wat zit daar met de zwembad? Ja. Zeg, het zal die oude glijbaan weg moeten doen en dan gewoon kijk, lopen daar nog mensen daar, zijn daar bezig. Ja, nou, wordt die niet meer gebruikt. Dat is wel leuk altijd, hè. Dat was wel leuk. Hoor. Kijk, zie je, zijn daar aan het graven. Daar leg het potje om. Leg het potje om daar zo. Daar staat dat ding ook. Oh, daar is een beker. En daar zie je het niet meer, jammer. Nee, nee, onderweg stond er zo'n grote schuiver of zo. Ja, we hadden de tunnel in. Oh, en daarom stond die, ja, daarom stond het apparaat toch wel open. Hekkie, vanmorgen. De gekjes weg, hè? Ja, dan doen ze dat, hè. Goodbye, folks. Goodbye, folks. Goodbye, folks. Dan komen we weer uit de tunnel. Ja, dat zou je weinig te zien hebben, hè? Ja. Het zal alweer te donker zijn. Reuzenrad. Reuzenrad. Hier ook allemaal duizend stonden. Gewoon allemaal uitgegraven. De tunnel weer heen. Het is hem, het is hem. Ja, la 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 la. Ja, hopla. En de nieuwe ingang.
zo klein. Wat doen ze voor alles? Dat heel lang wel weer dan. Ik bedoel, er staat nog zo'n stuk open. Dan hebben ze die gewoon een hele grote gemaakt. Dan komt natuurlijk door die monorail, want moeten ze die ook weer gaan verbouwen. Oh, haar auto's op de parkeerplaats, hè? Ja. Ja, vandaag komen ze weer erop, dan zou je ook al 3 uur. Gaat hij al half 4? Ja. Ah, dan zeggen iedereen op 5 uur gaan rijden, hè? Nee, 6 is al je snel aan ze komen. Zeg, Jan Hoogrijder die toch om 2 uur gaan rijden. En dan mag je er niet in. Nee, dan mag je niet in. Die kan er wel op. Nee, het mag nog niet al, hè. OVP. Dan zegt ze Mokkelberg en nog ook. De ribse vol. Dan zegt ze Mokkelberg en nog ook een sleutel aan. Ja, dat was vorig jaar al. Ik zeg, wat niet. Ja, vorig jaar waren er om 2 uur op. En we hebben alweer een rondje gemaakt. De rechterzijde uitstappen. Sivoplay, dank u wel. Toen waren wij eerder. Kijk, hier zit niemand in. Dit is de wipse val. Je kunt hem eruit. Kijk, Jan doet het dan 1 keer. Ik had er gisteren problemen mee. Doe ik speciaal voor jou om de deur open te houden. Dat je een beetje... Ik denk, nou, laat ik de deur open, is het weer niet goed. Het is ook nooit goed, hè. Het is ook nooit goed wat je doet. Nou, dat was weer even een leuk rietje. Doei, doeg. Reuzel van jullie altijd. Oh, gaan we het reuzenrad in? Nee, vandaag gaat het reuzenrad. Oh. Nou, we kennen wij nog even het reuzenrad in. Ja, jullie mogen erin hoor. Dus als je het reuzenrad in hebt, dan rijden. Dus tot zo allemaal. De groetjes. Nou, dit is de El Torito. En die heeft momenteel even storing. Het was een karretje wat een beetje aan het slijpen was. Dus de monteur die is er even naar aan het kijken. Dus de El Torito is eventjes momenteel even gesloten. Dat zal dadelijk wel weer open gaan. Dat wel. Dus ja, wat er anders gebeuren. Attractie kan anders kapot gaan. In Planet Coaster gaat dat te vaak kapot, maar... Ja, dat is ook anders. Maar dat was in ieder geval de storing aan de El Torito. Zo, en dan lopen we weer na sluitingstijd. Het park is dicht, maar wij gaan er even lekker ijsje halen. We gaan lekker ijsje halen. Nee, we gaan geen ijsje halen. Ja. Kost me allemaal weer geld. Oh, ik moet nog betalen ook. Nou, dat zullen we nog wel eens even zien of dat ik dat ga doen. Dat kost me weer allemaal geld. Ik ben maar een arme sloep, hè. Zoveel geld heb ik niet. Dus, nou ja, dan moet ik maar weer mijn portemonnee trekken. Hè. Het is nog maar weer zover, hè. Nou, ik heb wel even mijn slagharen trui aangetrokken. En, ja, het park is verder helemaal dicht. Kijk, de kabelbaan staat stil, de goldrust staat stil. Winkeltjes zijn gesloten. Maar we hebben nog wel even zin in een wandelingetje. En ik ga even weer een slushpuppy halen. En Jan die wil weer een Calippo bubblegum. Dus we gaan weer even lekker wat snoep halen. Als toetje. Dus
Ik heb de Lucky Nugget. De Lucky Nugget. Lucky Nugget. Sorry? Ik heb wel een jaar bij op een feestje in de tijd. Even gokken. Ja. En dan heb je de Gold Rush. En ook al draait hij niet, wat is die mooi, hè? Daaraan. De Gold Rush. Zo. Nou, ik heb wel inmiddels wat trek gekregen in een. Ik heb wat trek in een sluispuppie gekregen. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar er is voor mij een hele grote paniek, security. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar. Het zal allemaal wel. Ik zie in ieder geval security en een vrouw op een step voorbij scheuren. Ik weet niet wat er aan de hand is. Daar is hij al nooit, jongens. Daar is hij al nooit. De Gold Rush. We staan er weer. We gaan naar de Gold Exchange. Lopen we voorbij. En dan gaan we eens eventjes even wat lekkers halen. Hier heb je de Aqua Mexicana verderop. Daar gaan we van de week ook nog heen. Ga ik niet filmen, maar ga ik wel even zwemmen. Wat willen jullie allemaal? Wat willen jullie allemaal? Een dreuzer, de kabelbaan, dat kan niet, die is dicht. Weer een of andere show is er bezig. Er is weer een of andere show bezig. Nou, ik ga even lekker wat halen. Dus ik zie jullie dadelijk weer, hoor. Jan is niet tevreden. Hij wou een bubbelgum in plaats van een soft ice. Nou, en ik heb een... Een slagharen slushpuppy genomen. Lekker hoor, hij. Wat? Ik heb die van mijn wijf op de televisie, die staat te koken in ieder geval. Wat heb ik van? Nee, dat heb ik niet van, dat heb ik daar niet van. Zo, ik heb een brainvries. Eet is mij niet te vlug, ik spijt van je hersenen. Ben! Dat is een brainvries. Dat heb je, hè? Dat heb je al. Ik ga het niet over die gekke talen, bij mij is het gewoon. Dat is een brainvries, noemen ze dat. Ik ben nog steeds Nederlander. Ik woon in Nederland. Dat stijgt naar je hoofd. Dat is een brainvries. Nederlands met een accent. Ja, Nederlands met een accent. Ja. Nou, doei! Zo, en dit was het einde van deze vlog. Ik was al aan het editen en bleek dus te zijn dat ik nog geen outro op had genomen. Dus bij deze neem ik de outro op. Ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op Itzy Ultrex. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk?
Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Want er komen nog een paar leuke slagharenvlogs komen eraan. Ik ben hier tot vrijdag. Dus er komen nog genoeg leuke vlogs komen er voorbij. Ik zou zeggen, doe ook even op het belletje drukken. Dan word je op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video livestream is, duimpje omhoog. Abonneren. Liken, subscriben. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.